Hoi, ik ben Laura Jansen, 15 jaar oud en voor mijn vlog neem ik jou vandaag een dagje mee in mijn leven. Nou, zoals ik dus net al zei, heet ik Laura Jansen en ben ik 15 jaar oud. Ik doe momenteel 4 MAVO op het Stormink in Deventer. Daar woon ik en daar ben ik ook geboren. Ik vertel eigenlijk alles wat je moet weten over mij en waarom ik graag auditie wil doen voor deze opleiding. Terwijl ik me klaarmaak en mijn dag eigenlijk laat zien. Ik denk dat het meeste best wel duidelijk is wat ik allemaal doe. Tenminste, dat hoop ik. Voor mij is het niet heel erg duidelijk. Vooral omdat ik het ook zelf natuurlijk heb gedaan. Nou, ik wil allereerst beginnen met waarom ik heb gekozen om auditie te doen voor de opleiding acteur. Ik heb eigenlijk mijn passie voor acteren en nou ja, eigenlijk dat heb ik gevonden bij de vereniging waar ik nu bij zit. Ik zit namelijk bij een jeugdmusicalvereniging, het heet La Talencia. En ik zit daar nou al 5 jaar lang op, het is mijn 5e seizoen. En elk jaar schrijven we zeg maar zelf een musical, wat waarschijnlijk is afgeleid van een ander iets. En dat treden we elk jaar op in onze schouwburg in Deventer. En ik heb er eigenlijk gevonden dat ik het echt super leuk vind om te acteren. En dat ik dit eigenlijk later ook al heel erg graag zou willen doen als dat mogelijk is. Nou, ik heb het nu wel genoeg gehad daarover. Ik heb natuurlijk ook nog andere dingen te vertellen over mezelf. ik heb eigenlijk nog een hobby. Ik doe kunstschaatsen. Het is helaas alleen in de winter. Maar dat is ook een hobby wat ik doe. Ik doe geen wedstrijden voor kunstschaatsen of zo. Ik doe het eigenlijk gewoon voor de lol samen met vrienden. En daar geniet ik eigenlijk ook wel heel erg van. Ik doe dat ondertussen ook al wel 4 seizoenen. Allemaal kleine dingetjes waar ik vrolijk van word. Voor de rest heb ik niet echt bepaald hobby's of zo. Ik heb een bijbaantje om extra geld te verdienen natuurlijk. Ik werk als afwasser in een restaurantje in de stad bij mij. En eigenlijk het meeste geld wat ik verdien gaat eigenlijk wel naar mijn grootste interesse. Ik ben namelijk heel erg geïnteresseerd in muziek. Dus ik koop echt mega veel albums en posters en nog meer muziek, allemaal dingen wat met muziek te maken heeft. En dat is eigenlijk het meeste wat ik koop. Voor de rest heb ik het ook altijd heel erg gezellig met vrienden. Misschien ook iets te gezellig in de les, maar dat zal je zo meteen wel merken. Correct. Er gebeuren dus heel veel van dit soort momenten. Natuurlijk leer ik ook nog wel op school, hè. Ik wil dus heel graag nog meer vertellen, maar het past helaas niet allemaal in zo'n klein filmpje. En als allerlaatste wou ik heel erg graag nog even laten zien hoe ik acteer eigenlijk. Dit is bij de musical mijn rol van dit jaar. En ik moet zeggen, dit is best wel een grote rol voor de eerste keer. Maar ja, hè, ik wil het toch nog wel heel erg graag laten zien. Luister je wel? Waar ben je de laatste tijd nog mee bezig? Jij hier. Hoi. Wat zei je? Nou, er is dus een nieuwe waarzegster, maar waar ben jij met je hoofd? Oh, ik was de essentie van het leven aan het bestuderen. Maar wat zei je over die waarzegster? Oké, ze heet dus Jomanda en het schijnt dat ze echt, echt super goed is. Echt? Ze kan je hele toekomst voorspellen en... En dat klopt ook nog eens allemaal. Echt? Hallo Lins. Ik was net een stille getuige van jullie speculaties. Maar jullie willen vast meer weten. Trek maar een kaart. Ja? Voor 10 muntstukken. Wat een belachelijk besluit van die prins Jan. Kunnen we hier niet tegen... Nou, ik sluit deze dag af met een lekker kopje thee en nog lekker even serie kijken in bed. En ik hoop dat je nu genoeg over mij weet. En hopelijk tot snel.